Wat eeuwenlang vertrapt en vernederd is, ga je niet binnen een jaar kunnen oplossen. Dit haalde NAC-voorzitter Sigmund Staphorst vandaag aan bij de NAC Stakitangi aan de Thomsenstraat. Ze zei dat het de verwachting was dat er binnen enkele jaren met een paar miljoen euro's gewerkt moest worden, moest zijn aan herstel van wat in honderden jaren kapotgeslagen is. Zo wees ze erop dat fondsen beschikbaar zijn gesteld voor 3 jaar ten behoeve van bewustzijnsbevordering. En echter lijkt dat volgens de NAC-voorzitter een onmogelijke taak. Dus het is eigenlijk een onmogelijke en ongehoorde opdracht aan ons om dat binnen een aantal jaren met een paar honderd miljoen te doen. Dat gaat niet lukken. Wat wel gaat lukken is dat we voldoende ruimte krijgen om in te vullen wat wij moeten doen aan herstel, werkelijk herstel. En daar zijn meerjarenprogramma's voor nodig. Daar zijn decennia voor nodig voordat we echt goed hersteld zullen zijn. En die visie moeten wij samen ontwikkelen. Staphorst wees ook op de eenheid die er niet is tussen Afro-Surinamers, maar zei ook dat er geen eenheid is tussen de verschillende etnische groepen in Suriname. Ze vinden dat het gebrek aan eenheid een onderdeel is van onze historie. De voorzitter benadrukte dat Suriname doelbewust gevormd is vanuit verdeeldheid. Er zijn verschillende etnische groepen naar Suriname gebracht en ze zijn heel bewust van elkaar gehouden en verdeeld gehouden. Dat is ook decennia lang gebeurd. Wij moeten ervan afkomen en we moeten heel hard vechten om dat terug te dringen. Maar verwacht ook niet van ons dat dat binnen een wip en een zucht gelukken zal. Dus mensen, we hebben een verschrikkelijk zware strijd te voeren om te komen tot herstel van wat onze voorouders is aangedaan. Wij zijn niet bang voor het ontwikkelen van het programma en die visie die er moet komen en om het in te vullen. Maar wij willen niet gehaast worden. Wij willen niet dat wij opgelegd krijgen binnen hoeveel tijd en met hoeveel geld we dat moeten doen. Dat moeten wij zelf invullen. De NAC Stakitangi is een religieuze bijeenkomst waarbij door middel van traditionele zang en dans dank gebracht wordt aan de Afro-Surinaamse voorouders die hun hele leven in slavernij hebben doorgebracht, waardoor de nazaten als vrije burgers door het leven kunnen. De focus dit jaar van de Stakitangi bijeenkomst was gericht op wat jongeren geleerd worden over het Surinaamse slavernijverleden.